Voorzitter, wij staan in Nederland bekend om ons consistente buitenlandbeleid. En nog voor het meireces heeft een overgrote meerderheid van de Kamer en de Nederlandse regering een Amerikaanse haatprediker geweerd uit Nederland. En ik ken er nog wel eentje. Iemand die roept, er komen mensen het land binnen, je moet eens weten hoe slecht ze zijn. Dit zijn geen mensen, dit zijn dieren. Of over vrouwen. Vrouwen, je moet ze als vuil behandelen. En? Wat ons betreft, voorzitter, is de Amerikaanse president ook geïnspireerd door uw evenknie van het Britse lagerhuis niet welkom in ons parlement. En daarover wil ik een debat met de minister van Buitenlandse Zaken. Wie hierover? De heer Koopmans. Geen steun. De heer Bisschop. Voorzitter, als we elk vermoeden van een komend staatsbezoek aan debat aan moeten wijden, dan kunnen we nog even bezig blijven. Geen steun. De heer Voor de Wind, ChristenUnie. President van een van de belangrijkste partners van Nederland is van harte welkom, voorzitter. Mevrouw Ploemen. Ja, voorzitter. Steun voor het debat, want ik wil heel graag horen welke onderwerpen de Nederlandse regering wil bespreken met de president. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de abortuswetgeving die in zijn land wordt ingevoerd. Mevrouw Karamoen. Voorzitter, het is altijd goed en belangrijk om te debatteren over de plannen van de president van de Verenigde Staten. Zeker deze president, steun voor het verzoek tot een debat. De heer Van der Lee. Geen steun. Nee. Dan, meneer Kuzu. Voorzitter, ik hoop dat u in ieder geval het voorbeeld van uw evenknie van het Britse lagerhuis volgt. Want hij heeft daar wel uitspraken over gedaan. Laat ik doorgaan. Maar hij heeft meer dingen gedaan waar ik het niet altijd... Wat ik niet altijd volg. En daarom was het ook een hoop en een streven, mevrouw de voorzitter. Dank u wel.